En op deze chique wijze komt Annen op bezoek bij koploper ZBC. En als je natuurlijk als tweede klasser over een eigen touringcar beschikt, is dat super deluxe. En dit is Ruud Jalving, topscorer van ZBC, maar kan vanwege een blessure niet spelen. Hier Annen in balbezit via Frank Tiersma op Stefan Eikenhorst. Ja, en daar komt ZBC wel heel goed weg, bal op de paal. Dan opnieuw weer Annen met linkervleugelverdediger Marco Kierhoff. Ja, die kan daar ongehinderd door de verdediging van ZBC wandelen. En dat betekent 0-1 na 9 minuten spelen. Dan ZBC, goede dieptepaas Janne Rutgers op Turbo Jesper Vaase. Vaase niet zelfzuchtig, Wilfried Kuipers. Ja, die bal wordt van de doellijn gehaald door de 45-jarige Meindert Jager. Dan opnieuw weer Anne met een afstandsschot van Rien Jansen. Daar ziet dan doelman Giel Bakker van ZBC er niet helemaal goed uit en moet hier even vanwege een blessure behandeld worden. Opnieuw weer Anne. Met Martijn Dost, de aanvoerder. Prikt hem daar op Harm Steenge. Duel daar in de 5 meter. Steenge opnieuw in balbezit. Met Giel Bakker, de doelman van ZBC. En via deze frommel goal is het na 44 minuten 0-2 voor Anne. Dan zitten we al in de extra speeltijd van de eerste helft. Voorzet opnieuw weer op Harm Steenge. En hij scoort daar 0-3. Tweede helft toch eventjes wat druk van ZBC. Hier een kopbal van Jarno Rutgers uit een hoekschop. Dan nog een hoekschop, Michiel Hofman. Jesper Drewes, ja, hij ook niet succesvol voor Zwelo. Dan weer Anne met die gevaarlijke spits Harm Steenge. Voorzetje op Marcel Kuiper, maar via een verdediger hoekschop die niets oplevert voor Anne. Balbezit hier voor Jarno Rutgers. Vrije verdediger van ZBC, balverlies. Voorzet dan van Marcel Kuiper op Harm Steenge. En hij maakt hier zijn 10e goal al in deze competitie. De 3e van deze wedstrijd. Dan ZBC. Met toch nog een uitbraak hier van Wilfried Kuipers, de centrumspits. Speelt die bal over Egbert Maaldrink heen. Maar dan is daar Leon Tiersma. Hij kan redding brengen en zo blijft het 0-4. Ik vond dat wij de unieke kans die wij vandaag hadden om er weer bij te komen in de echte top van de tweede klasse L goed benut hebben. Zijn goed scherp begonnen, hebben ZBC eigenlijk niet laten voetballen. Nou ja, en we gaan met een 0-3 ruststand de kleedkamer in. Dat is geweldig. Wij proberen de neerwaartse spiraal waar we eigenlijk een klein beetje in zitten, die probeert te keren vandaag. En dan hoop je dat de ploeg superscherp uit de kleedkamer komt. En ja, dan tref je een tegenstander die nog iets scherper is dan jij. Ja, ik vond niet dat we de eerste helft heel slecht deden. We gingen er wel voor in mijn beleving. Alleen Annen was net wat feller dan wij. Ja, en wij hadden heel veel moeite met de fysieke kracht voorin van de jongens van Annen. En dan de lopende mensen op het middenveld. Ja, en daardoor kijken we tegen de rust tegen 0-3 aan. Ja, en ik denk nog terecht ook.